En weer zijn Britse politici gesnapt met hun vinger in de suikerpot. Dit keer gaat het om een programma met een verborgen camera, waarin vier Labour-leden aangaven dat hun lobbytalent te koop is. Een van hen beschreef zichzelf als een taxi die te huur is. Ondertussen zucht het land onder stakingen, staat British Airways op het punt om neer te storten en zijn de overheidsbudgetten een regelrechte ramp. Nou Bernard, we wisten dat Britse parlementariërs niet altijd brandschoon zijn, maar dit wordt toch te gek? Het is een ongelooflijk verhaal. Je had vorig jaar inderdaad eerst dat schandaal met allerlei parlementsleden. Die bleken hun tweede huis, wat ze overigens volgens het Britse systeem mogen hebben, want het is een districtenstelsel, maar dat ze dat tweede huis volkomen op kosten van de belastingbetaler lieten opknappen en voorzien van zwembaden en noem allemaal maar op. En nu dit is helemaal fantastisch. Hier zijn twee voormalige ministers en twee andere prominenten. De voormalige minister van Defensie, Jeff Hoon, die verantwoordelijk was voor de Britse betrokkenheid in Irak en Afghanistan. Die zegt, ik ben te huur voor €400 per dag tegen een verborgen camera. Oud-minister van Verkeer Stephen Bryars, die zelf zegt, ik moet €6.000 hebben. En er zijn er nog twee andere, Patricia Hewitt en Margaret Morgan. En denk erom, op zichzelf zou je kunnen zeggen, ja, iemand die zo'n carrière achter de rug heeft, die mag dat doen. Maar dit zijn allemaal zittende leden van het parlement. In dat programma, wat trouwens van Channel 4 was, daar deed dus een reporter alsof hij een lobbyist was op zoek naar toppers met contacten. Laten we even kijken. Well, at the moment my sort of scale is between, it varies, but it's usually between 3,000 and 5,000 a day. That's the sort of. Okay. I'm a bit like a sort of cab for hire, I suppose, at the moment. Bernard, snelle korte vraag. Mag dat? Juridisch mag het waarschijnlijk wel. Het is niet verboden. Je moet keurig netjes je bijverdiensten opgeven. Dus het mag wel. Maar moreel lijkt het me sterk verwerpelijk. Allemaal Labour-leden. Het lijkt me dat je dus wel kunt raden hoe de volgende verkiezingen gaan aflopen. Ja, het is enig entertainment voor de kijker, voor de kiezer. Je kunt zeggen inderdaad, dit is een doodslag voor Brown, hè, de premier. Aan de andere kant, het zijn ook precies de vier Labour-leden die eerder hebben geprobeerd om hem te laten afzetten. Dus er zijn ook een heleboel Britse kiezers die zeggen, nou, opgeruimd staat netjes. In dit geval kunnen we dat Brown misschien niet zo enorm kwalijk nemen. Nou, dat je over de kiezers begint, het land ligt er echt kwalijk bij met al die stakingen en die arbeidsonrust en dat overheidsbudget. Wat willen de kiezers eigenlijk? Wat de kiezers uit, dat blijkt uit de peilingen, het liefst willen is wat in het Engels heet een hung parliament. Zodat de twee grote partijen, geen van beide, een absolute meerderheid krijgen. Zodat alle mogelijke onderwerpen die spelen per keer kunnen worden bediscussieerd. En de Britten hebben het gevoel dat dat voor de democratie op dit moment beter is. Ik betwijfel of het lukt. En bovendien zou het buitengewoon goed nieuws zijn voor die kleine derde partij, de Liberal Democrats, die vaak op de wip zitten en van die omstandigheden natuurlijk dolgraag gebruik zouden willen maken. Maar na al die jaren Labour moet toch die Tory-leider Cameron, die moet toch een keer kunnen winnen? Ja, dat zou je zeggen. Hij ziet er goed uit. Hij staat iets voor in de peilingen, dus het zou moeten kunnen. Maar die man heeft een geweldige eigenschap. Elke keer als Gordon Brown een grote fout maakt of in opspraak komt, maakt Cameron nog een grotere fout. Nu speelt er weer een kwestie met Lord Ashcroft. Dat is de nummer 2 in de partij. Schatrijke edelman die verantwoordelijk is voor de geldinzameling voor de partij. En wat blijkt? Die man woont op papier helemaal niet in Engeland, maar buiten de grenzen om fiscale voordelen. Nou, dat is een ongelofelijke dreun in zijn gezicht. Een knal voor zijn kop. En zo kijkt Bernard Hammelburg er tegenaan. Volgende week is hij weer terug. Bernard, dankjewel.